Ik zal even deze. Oh, het is een beetje langzaam. Excuus, hij loopt even vast. Tweede poging. Ja, ik ga jullie vandaag wat vertellen over ecologisch succesvolle maatregelen. En dan met bijzonder de lessen die wij hebben kunnen trekken uit een groot aantal bestaande maatregeleffectstudies. En dat heb ik niet alleen gedaan, ik heb dat samen met Annemarie, Ralf en Piet heb ik daaraan gewerkt. Het doel van deze overkoepelende analyse was om te kijken hoe we inzicht krijgen uit de effectiviteit van maatregelen zoals die in die rapporten in beeld wordt gebracht. En het mooie is, wanneer dat lukt, kunnen we deze kennis ook op andere plekken inzetten. Maar daarvoor gaan we dus eerst kijken wat er allemaal in deze rapporten staat. Daarvoor hebben we een groot aantal bronnen geraadpleegd uit de afgelopen 10 jaar. Het waren ongeveer 200 rapporten. Het grootste deel daarvan is online te vinden op de Hydrotheek. Maar dat was niet voor alles zo. Er zijn ook intern nog veel rapporten te vinden. En daarvoor heeft de gebruikerscommissie van de KIWK ook nog dingen toegevoegd. Nou, voor elk van deze rapporten hebben we uitgeplozen welke watertypes er worden bekeken, welke maatregeltypes er voorbij komen, welke organismen de groep is gebruikt om te kijken om te toetsen wat de effecten zijn. En de gerapporteerde effecten zijn meegenomen. En daarnaast is er gekeken naar het hele hoe van deze maatregeleffectrapportages. Wat was de methode die werd gebruikt? Was deze gestandardiseerd over de tijd, dus consequent? Is er een beschrijvende of statistische analyse geweest? Is er een meting op een maatregellocatie gedaan en ook op een controlelocatie? Zijn deze metingen voor de maatregel en na de maatregel genomen, zowel op deze controle- en de impactlocatie? Waarom dit criterium? Dat ga ik jullie nu wat in meer detail uitleggen. Waarom dit nou juist belangrijk is om naar te kijken. Deze BACI-methode, dat staat dus voor Before, After, Control, Impact, is een manier om robuust te monitoren, zodat je ook echt een uitspraak kunt doen over wat de effecten van een maatregel zijn. En laten we daarvoor beginnen met een simpele situatie. We hebben een natuurvriendelijke oever die is aangelegd. En we hebben een meetpunt voor en na de aanleg van deze natuurvriendelijke oever. En op dat meetpunt hebben we gekeken naar een bepaalde indicator van de ecologische kwaliteit. Bijvoorbeeld de EKR-score. En we zien dat er na de aanleg een hogere score werd gemeten. Dus we zouden kunnen concluderen nu dat de maatregel een effect heeft. Maar dat weten we natuurlijk niet zeker. Want is deze ontwikkeling door de tijd hetzelfde? Of zijn deze twee punten misschien niet representatief voor die langdurige ontwikkeling? En dat kunnen we zien als we dus langer door de tijd gaan kijken. Als we meerdere punten voor en na de maatregel onder de loep nemen. En dan kunnen we bijvoorbeeld op zo'n situatie stuiten. Dat deze twee punten niet een ontwikkeling door de maatregel laten zien. Maar dat ze deel zijn van een grotere patroon met natuurlijke variatie op deze locatie. En het kan ook zijn dat deze twee punten een onderdeel waren van een trend die al langduriger gaande was. Dus in het hele gebied. En dan kunnen we dus ook niet afleiden dat deze maatregel een effect heeft gehad. Dus hieruit kunnen we zien dat het nodig is om meerdere punten voor en na de uitvoering van een maatregel te hebben. Om echt iets te kunnen zeggen over die impact. Ook hier hebben we nog niet het volledige verhaal. Want deze ontwikkelingen willen we ook nog kunnen koppelen aan de aanleg van die maatregel. En daarvoor hebben we nog een controlelocatie nodig. En daarvoor ga ik even terug naar de simpele situatie waarin we twee meetpunten hebben. En die meetpunten is één op een maatregellocatie genomen en één op een controlelocatie. En daarbij is het goed om te zeggen dat die controlelocatie met zorg moet worden uitgekozen. Want die zou heel vergelijkbaar moeten zijn met die impactlocatie, alleen op het punt van de maatregel niet. Dus het liefst dezelfde systeemvoorwaarden en in de buurt van de maatregellocatie. Dus deze controlelocatie die maakt het verschil om iets te kunnen zeggen. En hier zouden we zeggen, oké, er is een
een hogere kwaliteit te zien op de impactlocaties ten opzichte van de controlelocaties. Maar zoals we net hebben gezien, hebben we dan nog niet het hele verhaal en willen we ook een beeld door de tijd. En dan zien we hier bijvoorbeeld dat de controlelocatie eenzelfde ontwikkeling in kwaliteit doormaakt als een impactlocatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een andere factor van invloed was die op beide punten een effect had. Zoals dat er bovenstrooms een aanpassing was in de rioolwaterzuivering, waardoor er minder organische belasting was. Dus hier kunnen we niet zeggen dat er een echt effect was van een aanleg van een natuurvriendelijke oever. Stel dat we dit zien, dan kunnen we wel meer zeggen al. Omdat er op de controlelocatie geen effect gezien is, te zien is en op de maatregellocatie wel. Maar ook hier is het interessant om te kijken of we door de tijd heen dezelfde trend zien. Of dat het misschien zo is dat die natuurvriendelijke oever geen aanhoudend effect heeft, maar na een tijd zal verslibben. En om zulke vragen te kunnen beantwoorden, is het dus goed om meerdere punten voor de aanleg van een maatregel en na de aanleg van een maatregel te hebben. En dat die meetpunten op zowel een impact als op een controlelocatie worden gedaan. Dus een tijdreeks en een controlelocatie maken het verschil. Nu stap ik even terug naar die overkoepelende analyse die we hebben gedaan van maatregel-effectstudies. En hier zien jullie dus dat er een aantal rapporten over de jaren is gepubliceerd voor zowel stilstaande en stromende wateren. En dat deze rapporten eigenlijk afnemen. Maar we vertrouwen er natuurlijk op dat met de KIWK in deze laatste jaren dat wel weer zal toenemen. Of is toegenomen al. En hier zien jullie in meer detail wat er in die rapporten stond. Namelijk welke maatregelen er werden bekeken voor stilstaande en stromende wateren. En dan zien we dat er voor stilstaande wateren vooral rapporten werden gepubliceerd over nutriëntreductie. En dat ongeveer een vijfde van die rapporten ook positieve effecten rapporteert. En voor stromende wateren kunnen we zien dat de rapporten vooral naar natuurvriendelijke oevers en naar hermeandering kijken. En dat ook een kwart tot een vijfde van die rapporten positieve effecten laat zien. Maar hierbij heb ik dus nog niet gerapporteerd of laten zien welke methode deze rapporten hebben gebruikt. En dat laat ik hier dus zien. Hier zien we het aantal rapporten waarin een controle- en impactlocatie is meegenomen. Waar een voor- en na- en maatregelmetingen zijn gedaan. En waar een volledige BAKI-opzet is aangehouden voor data 1 jaar voor en na de maatregel. Of 2 of 3 of meer dan 4 jaar. En dan zien we dat er eigenlijk geen rapporten zijn met een volledige BAKI-opzet. Met 4 jaar voor en na de meting. En dat is jammer, want we hebben dus maar een beperkte onderbouwing van welke maatregelen welke effecten hebben. En die kennis kunnen we dus ook niet zonder meer inzetten dan. Dus dan neem ik jullie mee naar de lessen die wij hebben kunnen trekken uit die bestaande maatregel-effectstudies. En dat is onder andere gebruik een BAKI-opzet met voldoende meetjaren. Want zo kunnen we leren over de maatregel-effectiviteit. Daarnaast is het belangrijk om het compleet te publiceren. Want we hebben dus gemerkt dat er ook veel rapporten nog intern zijn. En ook al is er geen effect te zien of was deze opzet niet bruikbaar. Toch kunnen anderen ervan leren. Dus het is belangrijk om te publiceren. En daarnaast is het mogelijk om met de data die er al ligt deze ook nog uit te breiden. En er nog eens naar te kijken. En daarmee geef ik het stokje eigenlijk door aan de volgende presentatie. Want Gea gaat vertellen over de data-analyse van gemonitorde maatregeleffectstudies. Dank jullie wel en ik hoor het graag als jullie vragen hebben. Ja, dank je Gip. We hebben in ieder geval vragen.